Games worth. Yes, I'm sure about this. Sure about this madness. Ready up, dan kunnen we verder. Voorbereiden. Kom op, kom op. LMFO. Jeroen, ja, Jeroen, maar de AI heeft bij Jeroen nu echt verovergelegd waarschijnlijk. Jullie waren al bezig, nee, of niet? Nee, we waren nee, we zijn nog niet begonnen. We gaan te... Ze hebben al een Nike focus zo te zien. Dat was wel een keertje kut voor je, jammer genoeg. Dat is de enige kut ervoor. Ik ben klaar voor start. Nog eens finale. Hebben we een Wacht, ik ga even kijken wie wil. Nee, Jeroen, je microfoon buist een beetje. Ja, dat doet hij al klein beetje, maar dat maakt niet uit. Rick, I back, dank je. Ik ga die muziek gewoon opzetten. Ik heb de soundtrack gekocht in dit spel. Ik ook! Oh, zo kun je niet zijn, Sniper. En de muziek is shit goed. Shit goed. General orders, general orders. All hands, man your battle station. To the road, to game the world, one please and the king, I'm leading the beauty west. Het duurt al 65 of 6 minuten, what the fuck. Play! We zijn serieus al een half uur bezig met het opzetten van de fucking ja, game. Ja, inderdaad, dat duurt yeah. Echt niet normaal lang. Ja, ik wil eigenlijk zeg maar wel op play. Ja, we wachten nog heel even op Jeroen en dan gaan we. Ja, zet hem maar aan. Ik moet even zeggen hoe goed je op hebt. Hij was 6 minuten in die factories. Hoe kon jij het verleuken? Rick. Yes? Kun je tegen Jeroen zeggen de plan? Met de plan. F? Press F to pay respect. Ja, plus F. Misschien moet je dat zelf tegen hem zeggen, want ik weet niet precies wat je plan eigenlijk ook alweer was. Oh, wauw. Oh, wauw, Rick, echt. Ik het enige wat je stuurde was iets over de vloot, maar that's it. Oh, interessant. Interesting, oké. Bedankt, Rick. Wat een verrassing dat Engeland iets met de vloot moet doen. Boom. Mind blown. Ja, eigenlijk wel. Ik take your mind. We zijn al begonnen. Kut. Komt er ook in achter. Ik was helemaal niet bezig. Ja, maar hoe gaat het in Ethiopië? Oeh, jongens. Fucking Rusland, stuur shit naar Ethiopië, red ze! Ja, red ze! Stuur die mafkeniers! Ja, red Ethiopië! Je mag er niet meer doen! Nee, fuck je. En flikker die gewoon in de capital! Sam, stuur jij anders naar Ethiopië? Of Sniper, stuur jij naar Ethiopië? Reproach it. Oh, sick, suffer, spell, you're on line. 99, You 9 4 6 3 in the dark. Ja, omdat ik hem ook al lang zit te luisteren. Ja, jullie hebben gewoon synchroon erbij. Wat? To the wrong track. Came the wolf pack, leaves and the young boy into the hornet's nest. Oh sure. In the world for leaves and the wolf, I'm leading the beauty west. In the wrong track. Came the wolf pack. Came the wolf pack. De hornet's nest. Oké, ja, mooi. Water. New units of basic training, oké. Waar blijft mijn mountaineer? Ding down. Waarom ben je niet hier naartoe gegaan? Oh no! Waar is hij? Daar ben jij. Ik lees maar in op. Wow. Waar de fuck gaat dit? Oh, wacht, ik heb mijn airborne hier nog niet op staan. Ik begin gewoon met een ace. Met een ace pilot. Waarom begin ik met een ace pilot? Mag ik even? Oh, please, Rick. Hey, dat wordt erbij, ja. Ja. Oh, God's sake. Maar ja, het is maar eentje.
Wie is het daar? Was ik, voor een reden. Came in here was born, he said a queen, I'm leading the beauty rest. Don't know what's waiting down below, the wolfpack lurks awaiting you. Je moet even verder die drukken. De muziek in deze game is wel beter dan in EV. Oh, beginnen we weer. Nee, door de Nazi line. Ik zei de muziek is beter. Beginnen we daar alweer over? Hoezo beginnen we erover? Just making sure. Just checking. Maar nu je toch zegt, kan ik? De DLC. Can I do it? I will do it. De DLC's zijn wel kut. You will be back. Ja, het is zo. De DLC's zijn gewoon kut. Rick, ik ga het zeggen. Je moet je back houden. Het is maar voor shits en giggles. Het is voor de memes. Doe het voor de vine. Doe het voor de vine. Doe het voor de there, bro. Doe het voor de there. Dab, dab, dab. Double meters. Kennen jullie Do It For The Dare? Dat is echt de grootste meme ooit. Het is wel allemaal fake, maar niet uit. Mag ik ook gewoon nog zelfmoord plegen? Ja. Yes! Nee. Ja, doe maar. Hoe is het in Zwitserland? Dat is zo'n goede je bent in fucking nee, ik mocht niet als Zwitserland. Dus ik ben in Roemenië. Wat ben je, Roemenië? Ja. Kingdom of Roemenië. We win in hell. With Sorica. The force has fallen. Nee, je moet echt één Ethiopische Ethiopië. Oh, sorry, Ethiopië. Primo Victoria. Zijn volunteers. Ik degene die dat doet, die krijgt ooit, krijgt hij nog wel even flinke klappen daarvan. Waarvan? Ik heb niet genoeg mensen om te sturen. Als je volunteers Ik heb wel genoeg mensen om het te sturen. Sniper. Ik mag niet op. You will be eliminated. Gelukkig heeft Canada een fatsoenlijke sterke economie ook. Oh. Hoe kan ik deze gevechten niet winnen? Echt, mijn units zijn zo kont. Nou, het is gewoon Ethiopië. Zo kont. Ik kan echt niet make their way to heaven. Mag er als één iemand nog joint of niet? Primonia. Nee. Maar wie dan? Fuck die shit. Nou, ik loop mensen te spammen dat ze deze game moeten joinen. Kennen wij hem of niet? Want ze zijn al begonnen. Ja, kennen wij hem of niet? We zijn meestal van 10 dagen begonnen, dus maakt toch niet. Ja, maar nee, kennen we hem of niet, Sam, sniper? Nee ik ken hem niet. Wie? Dat maakt toch niet uit? Jawel. Hij is toch best wel slecht. Dus laat het voor nu gewoon zo, het is goed zo. Ik hoop dat ze zo lang en dat hij zichzelf gewoon heeft gemute. Ja. Angetreden. Thanks. Oké, ja. Ja. 1944. Ah, oh, for God's sake. Again? Wel weer hoe je niet voelt. Vergeet niet dat je je beeld doet, Duitsland. Hè? Ja, snap. Je moet niet vergeten je beeld te doen, hè? Waarom zeg je dat is Engeland? Serieus, Rick. Lekker. Om het eerlijk te houden. Om het eerlijk te houden. Nou, eigenlijk heeft het niks te merken, want zodra hij in de oorlog komt, moet hij toch betalen. En dan komt het juist een hele kut uit. Wacht even, ik vind dat we een UN Security Council meeting moeten doen over de situatie in Ethiopië. Come in it, sniper. Peace in a time, jongens. Ja, echt een tiefe show, jongen. En wat Chamberlain gaat eraan komen, komt eraan. It's your boy. Peace in time. Ik vind... Dit... Je laat ze ook gewoon nog meevechten, ook. Tegen wie ben je aan het vechten? Dit is een fucking homo. De German. Ik vind dat u moet per direct uit Ethiopië verwijderd worden.
Dit is een UN Security Council meeting. Waarom zeggen jullie het altijd verkeerd? Het is Ethiopië. Dit zijn blauwe helmen, dus dat maakt niet uit. Zo kut kinderen, jongen. Het is Ethiopië. Dit is een blauwe helmen. Dit is een blauwe helmen. Ethiopië. Blauwe helmen die vechten. Het is Ethiopië. Ja, Ethiopië. Ethiopië. Ethiopië is een utopie. Ah, dit is een Security Council meeting. You are not allowed to... Ja, graag. No! Ik zie je gewoon aanvallen doet op de piep. Ja, fuck deze shit, ik ben pissig. Stop je met het spel nu? Nee. Snuif je met gewoon je fucking volunteersje weg. Dan ben ik wel army experience. Nee, je dikke moeder, je zet ze maar in de captain. Je gaat niet fucking aanvallen tegen mijn luidjes. Dikke fucking moeder. Ik hou ze in de capital, is goed. Ik kan je ook wel helpen. Anti-zombies. Het downfall van zo precies. Even waar kan ik mijn kijk de Great Depression weghalen? No journey and it is leaving the past. The back groups and the Romanian army joining again. Ja. Iemand die ja zegt. Nog iemand die ja zegt. Waarom zou ik oorlog krijgen met Roemenië? Klopt, waarom ben je in Roemenië? Waarom niet? Hij kan je altijd verraden. Hij kan gewoon de allies joinen en de axes zo achter elkaar. En de commentaar. Waarom ben je van letterlijk target switchen als hij maar kan? Sniper. Dat is dat is zeg maar niet de capital waar ze. Ja, maar je valt me aan, dus ik kan niet. Godverdomme. Oké. Je voelt ze zeg maar aan, dus ik kan niet moven. Dus het is niet mijn probleem. Dikke moeder, jawel, je kan voor ze retreaten. Nee, ik kan ze niet. Ze zitten zwakker. Ze zitten in combat. Je speelt het ook gewoon niet, hè? Nou ja, ik denk dat één fout hebben gemaakt van de allies of de axis. Dat doe ik niet, want dan vies ik fucking verband. Want ik zat zo te kijken naar die focus tree en ik heb toen aangeklikt die ene van de balken of iets, supremacy. Oh ja, dan ga je de aanval en zo, dan ben je de neonatie. Hey, als dit nog een keer gebeurt, restart je game even. Ja. Ik ben ook aan het kijken, dan ben ik er aan het best. Allemaal even restart voor zekerheid. Nee. Nee, dat ligt niet aan ons. Ja, maar het duurt toch net zo lang. We hebben het allemaal gedaan. Ja. Maar je weet dat het bij ons is. Wat is deze timing? Als ik stop met aanvallen, kan ik weg. Ik controleer die aanval niet eens. Optieven. Auf geht's! Kameraad. Hier, ik ben zo in de capital. Wacht even. Ja, over één dag ben ik in de capital. Het is nogal lang lopen hier ook. Ik ben er. Bevelen. Afkeert, kameraden. Afkeert, kameraden. Los! En tijd voor een restart. Ik restart ook wel. Maar van welke ding kan ik nou een fucking... Great Depression weghalen, serieus. Ergens met je economie. Een Great Depression. Wacht, heb je ook een Great Depression? Ja, dat is. Great Depression kun je weghalen met een touw. Is iedereen nog gewoon even restart? Oh, grappig. Heb je hem al gesaved of zo? Ja, ik heb hem al lang gesaved. De server is nog niet gedisconnected. Ja, maar ik ben er al lang. Ja, maar je moet gewoon exit game doen. Ja, even save dan. Heb ik al lang gedaan. Oeh, hoor. Oké. Warfield Economy moet doen. Hey, what the fuck? Waarom? Het is echt zo raar waar die fucking games zo shit aan het doen zijn. Dat is gewoon hard surviving. Denk toch. Als jij die bent, is Rick het wel. Ja, weet je, die allereerste game die we deden, Rick, dat jij continu dat probleem had? Fake news. Fake news. Gezeikte nieuws. Maar ik heb jou... Fucking Discord en de OBS gewoon gestopt. Clear user directory. Play. Om even kijk dat. Oh ja, snel. Kijk over daar, maar dit doe ik niet aan. Ik ben nu onderweg terug naar mijn kamer om weer verder te gaan, heren.
Dat gaat dan. Is het niet een beetje gedacht dat Tom en Cracker allebei de teamspeak lieven? Precies verdacht. Hoezo is het verdacht? Weet ik veel. Omdat Thomas net niet mee wou doen, omdat hij met Cracker had, of dat de andere spel aan het spelen was. Dead by Daylight. Ja, dus? Ja, dat was verdacht. Ja, maar misschien stoppen ze allebei gewoon. Nee, dat doen ze niet. Nee. Veel te connect. Misschien vinden ze jou wel gewoon een kut kid en hebben ze geen zin om iets met jou te maken te hebben. Oef. Ja. Dat zet ze. Nee, Thomas Paul. Daar staat de lobby al open. Nee, lobby. Uur dan. Oké, wie host de game eigenlijk? Semion. Semion. Degene die hem net ook hostte. Semmet. Dat was Sam nu, leugens. Fake news. Eigenlijk host Wolf gewoon meer. Nee, Sam. Sam, waarom heb je dat niet? Waarom zou ik niet hosten? Sam, waarom heb je nog niet gehost? Wat zei je? Waarom heb je nog niet gehost? Omdat ik een game aan het opstarten ben? Ben je gewoon traag. Is hij nog niet opgestart? Jezus, wat een kut PC. Potato! Nee, ik had hem nog een keer opnieuw opgestart. Hoezo nog een keer? Omdat ik geen clear user directory had gedaan. Misschien helpt het of zo. Army. Nou, jullie kunnen joinen hoor. Ik ben er bijna op. Ik ben er niet. En bijna. Oh, dan beginnen we. Oh, wat zal de wachtwoord zijn? 1-2-3-4. Got him. 1-2-3-4, nee, het is 1-2-3. Oh. 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 Ma! Dit kan echt niet kunnen! KD! Ja, dat is de broer van die, dat is weer de dochter van die. Die, ja, die ken je ook, hè, maar... Wat een kut, hoe was dat, zeg, bro. Oh, god, deze. Ik vind het wel grappig dat iedereen, dat Sniper en Sam hebben beide in Russia een keer gekozen. En als een van de twee had gezegd dat ze het nooit los zouden laten. Maar, ik wou eigenlijk nooit loslaten, maar... Ja, toen ging ik met weinig mensen in de exes en ja. Want ja, nu is het gewoon een hele grote fucking. Nee, want toen kwam ik met de briljante conclusie dat we eigenlijk gewoon competent mensen als ex moesten hebben. Hoezo? Omdat jij wil dat Hitler wint, zeker in de oorlog, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Want ik zit nu in de exes. Hé, maar technisch gezien hoort Blob ook bij ons. Ja, ligt er aan welke kant hij kiest. Historisch gezien hoort hij bij ons. Wie? Maar beginnen we helemaal opnieuw Blob. Of hebben we net opgeslagen? Nee, we zijn gewoon verder met de laatste save. Nee, we gaan verder waar. Blob, ja maar Roemenen, natuurlijk hoort bij jullie. Sam, ready! Kan niet, want Koen is niet ready. Ben niet ready. Koen, ready! Rustig aan. Ready! Operatie Boelenbak. Take high! Ik hoop dat Mr. Holy mij niet gaat rapen als Rusland, man. Silence! Rusland komt gewoon een keer bij mij aan de deur staan en dan zeggen ze hoi, waar ga je dood aan? Doen! Oké, okay. Hier komen units in dingen. Hier op bayonet. Dat is dat baba. Alles. Haha, ze schieten op bayonet. En zo van, wij hebben een bayonet. En hier heeft hij nu een dode, nu bent hij dood. Een baguette of een bayonet. Een bayonet. Ze schieten op bayonet. Ze schieten op bayonet. Blop. In Vive la France. Nu ben je dood. Aha. Ja, maar alsjeblieft niet steken. Don't step. Please, don't use that pointy stick. Oké, dat vind ik wel. We do not do that around here. Ik denk dat ik te veel troepen op Finland heb staan. Ik heb 94. 93 troepen op Finland? Nee, dat is niet veel. Oké, guarantee Finland, snel, guarantee Finland. Het was 94. Only can guarantee fastest nations, oké, dan guarantee. Ik ga er even 25 op de Romeinse bodem zetten. Waar heb je dat voor nodig? Omdat het waarom niet? Waarom doe je capital ship focus, Jeroen? Amerika, waarom? Waarom niet? Jeroen. Ach, wie is je accepteerde? Algerian Frans, Colonial Frans. Ik wel een beetje teleurstellend. Accepteer het, Jeroen. Juist. Maar je speelt iemand even kijken.
Ja, Sam speelt in fucking Japan. Ja, dat ben ik. Aha. Wat is okay. Ben even naar het flat. Oi, hond. Wolf. Ik zei het in de hond. Nog een wolfhond. I'm confused, Roger. Wolf is gewoon een hond, weet je wel. Oh, je bedoelt een wolf en de hondhond. Hondhondwolf. Nee, ik bedoel gewoon een leier, mijn hond. Snap je? Oh, een teringleier. Dat is veel te moeilijk. Veel te moeilijk voor mij. Wat? Ik zit op even op, het is veel te moeilijk. Too hard. Too hard to understand. Ik heb meer fabrieken nodig. Yep, same. Ja, Rick, push maar. I need more civilian factories. Eindelijk. Nee, ik heb hier niet de visies voor. Ja, dat is kut en sniper. Hoe kan ik weer naar... John, is een paar Spanje is wat van oorlog. Wie is er Spanje? Niemand. Rick, boost me, ik heb fabrieken nodig. Boost me. Wat? Boost me, geef me fabrieken. Hoe boost ik jou? Ja, nou, je moet naar, hoe heet het, gaan naar Reinforce the Empire, dan Encourage the Colonial Elite, en dan Commonwealth Ties, en dan Develop Canada, Develop... Hoe doe ik Reinforce the... Oh, die! Je fucking focus. Die lijn! Dumbfuck. Maar die wou ik niet doen. Weet je wat, ik laat die oorlog wel zo gaan als dat... Ik doe niks in Spanje. Alsjeblieft, help fascistisch Spanje. Ik wil fascistisch Spanje zien. Nou, ik laat het maar lekker gaan. Ik wens hun veel succes. Ze verliezen toch? Dat weet je niet. Jawel. Nou. Jawel. Sniper, ik vind het mooi dat ondanks dat Canada ontzettend veel in de Eerste Wereldoorlog heeft gevochten, ze begint niet met Eerste Wereldoorlog. Vickers, MG en Stokes moorder. Want... That makes sense. Hello, hello. Hallo, hallo. More troops needed. S for military access, sure. Nee. Zet je troepen van slaver voor Normandy. Nee, ik ben al bezig. Voor Normandy, want... Is jij het serieus dat je bij Normandy gaat komen? Ha! Okay. Ja, ik heb eerst geweren nodig, dus nee, dank je. Hey, Sam, heb je geweer over? Ja, je verdikt zonder in Ethiopië. Hey, Wolf. Jij misschien wapen voor mij? Ik zit op mijn 14k deficit van rifles. Hij is het dinges, hè? Onthouden dat die dinges is. Amerika. Engeland is belangrijker. Ja, flikker op, joh. Amerika is belangrijker, want Amerika heeft een grotere markt, toch? Ben ik nou. Ja. Maar Engeland is weer belangrijker dan Amerika. Oh, wacht. Engeland is weer belangrijker dan Roemenië. Amerika heeft iets van 140 civs, dus dat is ook wel dik. Ja, maar hij kon er geen van gebruiken, omdat hij in de isolation. Hij heeft disarmament en hij heeft isolation en alles. Great Depression. Ja, de Great Depression. Hey, welkom bij de gang. Ga die kant met ons gesproken. Oh, jouw Great Depression is erger dan mijn. Waarom is jouw Great Depression erger dan mijn? Bij die stukje dekking. Hij is iets emoer dan jij bent. Oh, Rick, flik erop. Waarom ben je Hitler aan het opposen? Sniper? 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 Oh god, de memes. Ik was al heel lang bezig met de focus en de enige die het heeft opgemerkt was Rick. En ik heb echt heel snel heb ik een bericht naar hem gestuurd. Zo van, hou je bek. Nee, ik heb niet gezegd. Waarom zou je dit doen? Ik heb er niks van gezegd. Sniper, zolang je fascistisch blijft, vind ik het goed.
Nee, want hij gaat niet meer fascisten. Nee, nee, zolang die bij de fascisten blijft. Re-establish free democracy. Hey, ja. Waarom denk je dat ik net zei? Zijn er iets comment voor je? Ja, gelukkig heb ik dit op tijd berichten naar iedereen gestuurd. Die het niet wisten. Maar kijk, Sam is wel gelukkig competent. Sniper is ook competent, maar hij trolt. Let it meme. Ik denk aan die ene keer dat C-Stream als Soviet Union met één divisie de hele wereld overnemen. Heer jij dat ook? Hij was misschien dronken. Ja, hij was dronken. Vielleicht. Waar is oh, Captain of Industry? Oh boy, die persoon. Sniper, zou je graag je troepen willen terugtrekken uit de capital, zou ik waarderen. Zitten daar denk ik best wel prima. Dit is ik denk dat jij je troep is. Is er een beveiligingsmissie in anders wat? Ik denk dat jij je troep gaat terugtrekken. Ik denk dat jij je troep gaat terugtrekken. Gerion, waarom support je niet Republican Spain? Nou, wie zijn hier al bezig? Oh ja, fuck. Oh, Civil War. En nu gaat hij memen en dan gaat hij German Rijks zijn. En dan gaat hij German nu de PC focus die naam. Ja, inderdaad. Als ik verlies, dan ben ik fucked. Maar ik heb een exploit gedaan dat ik heel mijn leven kan houden en zo, dus ik ben. En de matter is dat we mijn van Babas, dus ik internal cut. Maar voor. Oké. Oh ja, mijn divisies gaan nu weg. Oh ja, serieus, ze gaan echt weg. Ja, jeet. Ja, jeet. Oké, wacht. Dit was Spartan. Situation is fine, how are you? Tent. Go, my friend. Als we echt gaan memen, moeten Koen en ik eigenlijk gewoon de visies doen. Oké, hebben jullie ook drie kleuren Duitsland? Ja, vijf kleuren Duitsland. Waar is de vijfde kleur Duitsland? Nee, Vos! Waarom is Duitsland veel minder gehakt? De nazi's maar 25, maar omdat ze in Civil War zijn. Hoe is het in Civil team. War? Ja, dat weet ik, maar hoezo heb je zoveel meer? Ja, de military junta. Nee! De German Reich met Adolf Hitler in deze match. Ze nemen dingen over Württemberg. There are too many of them. Zal ik dan development in Canada doen? Ja, graag. Want op dit moment heb ik zolang je niet aan independent shit zet te denken, dan doe ik het. There's too many of Maar ik heb op dit moment drie bruikbare militaire factories. Sorry, civilian factories, dus ik kan ook gewoon niks bouwen. Yeah. Ja, ik ben ook nu aan het kijken via de focus stream met de National Housing Act. Maar daarna ga ik wel de strength en de ties, want die heb ik nodig voor de research en de shadow factories. Master Skywalker, and not many of them, what have we got to do? Glory, well for glory. You can win it? Thank you. You will come. Pardon. Ja, niks, pardon. Ik kan wel de ideeën, al die dingen zien van Duitsland. Ik kan ze invasion plans zien, om een of andere reden. My country needs guns. Waarschijnlijk ben ik toch gewoon een bug. De vugel? Ja, maar ik hou ervan. Ik kan je niet sturen, dus pech. Ik word heel verdrietig daarvan. Door vrienden aan. Verdrietig. Ik heb niet genoeg fabriek om tanks en zo te maken. Ik heb niet eens genoeg fabriek om tanks te maken. Waarom verlies ik dit gevecht? Waarom zit er maar één van mijn units in dit gevecht? Je verliest terwijl ik nog ineens fucking volunteers heb gestuurd. Nee, maar ik zweer, er zit maar één van mijn units zit in het gevecht. Ik heb moet kijken of je die provincie ten beste van Nu ga ik dat winnen, want nu zijn mijn units er. Dus we en deze man gewoon. Maar mijn fucking units kwamen het gevecht niet in om een of andere reden. Ik had gewoon 18 units in reserve of zo. Waarom heb ik volunteers gestuurd naar mijn eigen Civil War gebeuren? Jongens, kijk dit. Easy. German military junta has sent volunteers to the German army. Oh ja, Sam, kom jouw trash division. Mijn trash division.
Wacht, German military, junta sent volunteers to the German Reich? Very fucking meme. Huh? Waarom heb je je eigen... Waarom stuur je je eigen troep naar de German Reich? Sniper, je moet echt je bek houden. Je moet echt niks zeggen, sniper. Hier. What the fuck, sniper? What are you doing? Ah, je verliest als ik attack de wist. 4-2-1. Bedankt, Cheese, voor je heerlijke opmerking. Cheese. Dat Kilian, oh, de moeder. Sam, ik ga je in cirkel als je die als je niet heel brot. You won. Ja, je wil. Oh, mijn units zijn zo incompetent. Als ik maar min. Nee, maar Sam, munitie is al bijna gevallen in het zuiden. Sorry, wat zei je? Dat wel. Oké, ga je technically in de plooi. Skedaddle, skedoodle. Skedaddle, skedoodle, your Germany is now a noodle. Ja, eigenlijk wel, hè. Skedaddle, skedee, daarna zo dadelijk is duizend. Give me one world tension. Skedaddle, skedee. Come on, give it to me. Rusland doet niet meer mee. Skedaddle, skedoodle. Dan doe je ook gewoon niet meer mee. Russia's gonna eat Germany night like a noodle. Dan ga je in de capital zitten als een little bitch boy. Ik zou oppassen, hoor. Ik zou te zien, gaat Duitsland, gaat Japan voor attack op Rusland, hoor. Ja, dan ben ik ook wel benieuwd naar of dat gaat gebeuren. Hey, ja. Nee, Rick, als je hij nou is bezig met die focuslijn voor de Zuidzee. Als je wat doe? Als je nou gewoon een nieuwe Foundland en alles terug aan mij geeft. Waarom ga ik jou een Foundland geven? Omdat het gewoon Canada is. Er zitten niet eens factories in Newfoundland. Wat heb je eraan dan? Wel toch. Manpower. Oh, nee, ook niet. Die heb ik zelf nodig. Daar, is daar een core voor jou? Nee. Wel. Wat? Waar is jij er in Himdra gebleven? Hij is een volgende claim. Hij is nieuw founder, dat is een cool state. Maar hoe moet ik jou dan zelfs Canada kunnen geven? Dat kan ik niet, dus. Oh, maar dat vind ik wel geweldig, nou, Bureau Back. You're going to get wrecked by Von Manstein, Sam. You're going to get wrecked by Von Manstein. Ik doe het alleen voor experience. Ja, ik waarom dacht jij dat ik volunteers ging zetten in ja. Loki. En pushing. Ik heb Echt waar? Nice. I have passed the first quest. He passed the hard test. Dat duurde langer dan verwacht. Fucking... Italy demands to take Ethiopia. Drie keer. Ja, ik weet niet, maar hij nam hem drie keer of zo wat. Voor drie rubber. Dat echt heel veel, jongen, drie rubber. Ah, oh. Nou, Italië's job is ook weer klaar. We kunnen terug naar het mainland, boys. We hebben ons werk gedaan. In Spanje is er nog steeds een civil war. Ja, ik denk van, hé, ik laat hem lekker branden gewoon. Ja, maar kijk, weet je wat het is, hè? Ik kan eigenlijk gewoon heel Afrika dumpen, want ik heb drie rubber in Afrika en dat is de enige resource die ik hier fucking heb. En welke resource heb je allemaal in je eigen land, hoor? Meer. Wacht, eens kijken. In mijn eigen land heb ik gewoon aluminium en zo, chromium, ijzer, een beetje. Dat is gewoon lijp. Kan ik gewoon een fucking... Het is gewoon lijpe shizzle. Ik kom echt in Roemenië, kom ik echt alles tekort. Roen, don't worry. Reinforcements has arrived. Reinforcements have arrived. They are coming about, hè, Sam? They are coming about. Fuck jou, Sam. Sterf. The only one person who's going to come is me. Panda, ben je er weer? Panda is er niet. Ik ben er nog. Oh, ik ben er. Ja, doe er wat goeds mee. Panda. Doe er wat goeds mee. Alsjeblieft. Voor de vaderland. Sam. Voor de vaderland. Dit Berlijn. Sorry, wat zei je? Je hebt nu wat extra. Je hebt één factory, civilian factory erbij en wat manpower. Alsjeblieft, geniet ervan. Waarom is Duitsland zich er nog niet over even? Hé, hey, ik heb Adolf Hitler doodgevonden in Berlijn. Wie is nu de leider? Heinrich August von Mackensen.
Heimlich! Hij gaat wel revive de keizerrijk, toch? RDF nee, natuurlijk niet. Ik ga natuurlijk weer voor de... Die established pre-election. Mhm. Oh, je gaat voor de Weim... Je gaat de communist. Ja, we gaan voor de Weim, we gaan het nog een keer proberen. Nog een keer, hè? Officieel is het nog nooit gebeurd. Nou, let's go, jongens. Heel tsiki-briki poes. Sam ziet in één keer dat heel het noorden open staat. US forces has landed in France. On Saturday has long rain. It rained and the rain didn't fall. Did not fall. Chinese unit has found the front. Germany has capitulated. Jezus, wat veel nieuws opeens. Ja, en je doet dat capitulated. Dat doen ze expres, zodat je dan stil bent. The Germans have all had a nut. The Germans have all had a nut. Has been wrecked Germany and now has come to an end. The fighting was extraordinarily intense, with factionally resisted by the Nazis. Genoeg. Praat veel. Kut. Ja, dan heb jij pech, kut. Lees dan gewoon alleen de koppen voor, dan vind ik het goed. Maar anders dan wordt het echt. Anders word ik lijp van. Dan wil ik je steken, en als ik jou wil steken, dan is het niet goed. Weet je wat echt een fijn gevoel is? Als je templates eindelijk weer competent zijn. Weet je wat echt kut is? Als je niet eens weet hoe die kut templates werken, en als je voor niks fucking equipment hebt. Weet je wat kut is? Ik heb ook nergens equipment. Wat zijn templates? Ik weet wel hoe ze werken, maar ik heb toch geen equipment om ze te vullen, dus... Wat zijn templates? Heel leuk is al je battleships verliezen in een Civil War. Wat zijn templates? 20k. Niet dat je navy zo... Je divisies. Dat weet ik. Er zijn echt heel veel units aan mijn border. Engeland, of Duitsland, accepteer. Fuck you. Waarom zou je niet een non-aggression accepteren? Why would you say Helikova? Hem dat is een autiste. Maar we weten allemaal dat Danzig, Pozan en Lesia van Duitsers zijn, jongens. No. Dat weet ik niet. Jawel! Dan ziet hij. Heb je geen EU4 gespeeld? Ja. Gedanst. Sam, wat is jouw plan, I must ask? My plan? Waar ben jij mee bezig? Ik weet eigenlijk helemaal niet waar je mee bezig bent op dit moment. Sam! Dat zeg je ook genoeg. Ja. Godverdomme, Sam. Wat is er? Ja, wat is er? Great East Asian Co-Prosperity Spirit. Dat betekent, niet jou eruit. You're alone, kid. Protection of both Hitler plus 5, yeet. Oh, wait. Maybe I can do something. Maar niet wat ik toe krijg toch ook. Opikant. Stilkend. Sam, probeer je expres de tension zo laag te houden? Maybe. Sneaky freaky boy! Sneaky. Je bent gewoon de United States aan het neken. Danzig voor Canada. Ja, neken war. De jongen is gewoon echt heel sneaky bezig volgens mij. Ja, Sam is ik krijg zo'n tip van Afrika en dan ga ik shit doen. Ik herinner me wat er gebeurd is. De high seas fleet is natuurlijk content terug. Hey, Blob. Een keertje speelde Koen en... Sam, dus Duitsland en Hongarije, en hij had beloofd Oostenrijk en Hongarije te geven, zodat ik Oost-Hongarije en hij doet gewoon oude sloes, hè, die sneaky bastard, terwijl hij het belooft. Een sneaky weet je, ik bastard, heb nog, Sam. Ik heb nog steeds genoeg political power om nu een watch justification te krijgen voor al je shit aan Azië. Nou, kom maar op. Oké. Ik wil deze oorlog best wel zien eigenlijk. He just cooked himself. Zeg, doe je best. Hij schoot zichzelf net zo hard in zijn eigen voet. Wat, Rick? Nee, dat valt wel mee. Nee. Rick. Oh ja, ja, inderdaad. Dat is de BD7. Hoezo schoot ik mij in mijn eigen voet? Met een weapon. Je gaat niet... Echt gewoon niet tegen iemand zeggen dat hij jou moet aanvallen voor... Maar net om de reden om te zeggen van... Hé, hey, je moet mij aanvallen. Ha. Man, hij heeft op dit moment, volgens mijn estimations, meer divisions dan jou.
Meer military factories dan jou. Dat heb ik sowieso. Dan jij. Meer, volgens mij ook meer schepen. Zo goed zie. Wat is oh nee, dat is ongeveer gelijk. Kijk, weet je wel naar leuk. Even vliegtuigen. Dat ik battle ships maak. Dat jullie allemaal één ding zijn vergeten. Ik moet weer niet even pissen. Het spel mag gewoon doorgaan. Wie heb je gekeken? Nee, sorry dat de potentie in één keer zo hoog is. Oh, shit! Wat? Oh, nee! What did you do? Hij gaat just een verkeer op mij. Rearm, stel! Rearm the nation. Oh, fuck this. Time for war, economy boys. Let's go, boys. Let's go. Go. Hij is top, bro. Kut, Sam. Ik ben niet dom, hè. En wel, ben je wel. Nee, dat ben ik niet. Ik ben echt een normie. Sam, ja, ik wil er nog wel voor je zijn, hoor, jongen. Ja, maar ik heb sowieso nog Koen en jou. Dus Sam, jij bent een fucking greater ass East Asia. Ik heb Prosperity Sphere zo meteen. Ja, heb bijna. Ik heb jou. Ja, oké, trouwens. Heb jij nog een focus om een faction te creëren? Dat is deze focus. Nee, ik bedoel sniper. Wat? Sniper kan volgens mij geen faction creëren. Ik kan wel de factions maken. Ik kan de Center Powers opnieuw maken. Ik join wel. Ja, ik kan Oostenrijk-Hongarije weer terug laten komen. Bom. Wacht, hoe kan jij Oostenrijk-Hongarije terug laten komen als Duitsland? Nou, dan ga je naar Revive the Kaiserreich, Return of the Kaiser. Focus on the true enemy, rebuild ICs, fleet, or plates in the sun, center powers, recall imperial settlement, dat soort shit. Maar als je de Return of the Kaiser doet, en je kiest voor de oude, en Nederland weigert, kan Frankrijk in de oorlog tegen jou gaan, hè? Nee, maar dat vind ik gay. Dus Jeroen, zodra je dat krijgt, verklaar gewoon de oorlog. Verklaar gelijk de oorlog. We moeten gelijk Duitsland uitnokken. Waarom doen we zo gemeen tegen Duitsland? We moeten Duitsland uitnokken. Waarom ik wil gewoon mijn oude keizer weer terugkrijgen. Waarom doet Rick zo gemeen tegen Japan? Ik doe niet ja, gemeen tegen waarom jou. Waarom doet Rick zo gemeen tegen hoe Japan? Hoe ben ik gemeen tegen jou? Nou, niet zo gemeen. Dit echt gemeen tegen Japan, dat vind ik echt niet kunnen. Peace in our time, boys. Zullen we Rick verslaan? Ja. Allemaal niks. Nou, dan crash je to Japan. Ik vind het geweldig dat mijn non-alliance partij de Militairum heet. Ik kan pas justificaten als er 50% world tension is, dus mensen maken ze even mensen dood. Is goed, ik ben nu de revive de keizerrij gaan doen. Bierenbak. Hey Japan, maak anders weer even een justification op mij. De Deutsche Volkspartij. We hebben weer genoeg world tension voor de rest van de wereld. Ja. Kunnen we tenminste wat kunnen doen. Ja, maar dat doet hij niet, want die wil dat Hongarije klein, dat Roemenië klein blijft en ooit Bulgarije kapot maakt. Je weet dat Hongarije neukt. Uiteindelijk. Ik ga Bulgarije kukken. Oh, Bulgarije, oh ja, dat maakt niet uit. Hongarije laat ik nog even leven. Goh, die United Chinese Front. Die zijn echt best wel slecht. Eigenlijk is het gewoon China. En dan een paar andere dingen. Dus ik kan van Hongarije winnen. De Civil War aan de gang. Ik zou van Hongarije kunnen winnen. It's pretty even, so to speak. Ja, kijk, zie je. Mag niks sturen. Frankrijk, waarom ga je Lille Entente? Hey, fucking meme. Oh, dit is echt een grote meme game. Oh my god. Wat is kleine Entente dan? Dat is gewoon zijn eigen faction. Oh. Ja. Yeah. Why? Jeroen, waarom? Je krijgt nog steeds de kans om me te joinen, Rick. Dat, hoe kan ik jou joinen als ik in de ally zit? Het zijn events, toch? Echt? Ja. Oh ja, jij kan gewoon de allies lieven. Just the verkeer je weer bij. Nou, je vroeg erom. Oh, dude. Oh, thank you, guys. Oh, thank you. Oh. Van een world tension. We moeten nog 14% hoger gaan. World tension, yes, give me more. More. Give me 14% more, please. Jeroen? Top 14. Dit Marco Polo Bridge incident.
Hey. Ja, ik wil een UN Security Council meeting hier Blue helmets. Sam, accepteer dit anders even. Dan waarom wil je nou een rommel crash pack? Nee, jongen? Doe dat niet! Don't do it! Don't do it! Yo, do it! Hey. Italië zit ook al in de Crater East Asian ding. Dus dan wil je een non crash pack met mij terwijl ik de orde ga gaan verklaren? Ja. Ja. Ja, oké, ja, logisch. Team's about legit. Ja, dat doe je omdat je weet dat je gaat verliezen. Snap ik. Daar ben ik het sowieso mee eens. Oké, ik heb een vraag. Wie wil er nog even 15% world tension aan toevoegen? Ik heb de fascisten gewoon ik heb de fascisten uitgemoord en alsnog zijn jullie zo irritant tegen mij. Ja. Je hebt de wereld geholpen tegen een heel erg kwaad iemand, maar in Italië hebben we nog steeds Mussolini. Ja, ik heb en weet je ik nog heb, ergens, Stalin leeft. Hallo. What the fuck, jongens? Ik heb letterlijk vredestroepen naar Ethiopië gestuurd. Ja, stuur er nog eens even. Ik ken de Democrats of de Republicans. Wat zal ik doen? I love the Republic. I love democracy. Ik vind het niet leuk. Of als de oorlog eindigt tussen Spanje. Wat krijg je terug? Als die Civil War eindigt in Spanje, dan... Iedereen boost party popularity in Japan. Alle democraten. Ja, nee. Dan gaat de world tension toch ook omhoog. Nee, de Republicans win. Wat is het nut daarvan? Oh, nu heb je... Nationale Spain is echt incompetent. Wat de fuck ligt Naru? Als dit toch een meme game gaat worden... Je weet nog geen unit. Zoals gewoon nog andere delen van de frontline hebben ze 9 units staan. Republican Spain wint? Question mark? Nee, de enige reden waarom ze uitbreiden is omdat ze fucking... Omdat Nationale Spain te weinig units heeft. Om de frontline te coveren. Hoe heet het? De Republicans hadden aan het begin van de oorlog meer casualties. En ik ben ook al bijgekomen. Wat? Hallo. Dat is wel een bevel. Alleen mijn tank units zijn zo mokker incompetent. Ting. Ze zijn incompetent. Ja, dat zei ik. Ja, weet ik. Ik vind het echt niet leuk. Waarom zijn er 37 je fucking Japanse units worden echt verkracht. In this concern, selling a tractor factory. Ik ben gewoon een fucking tracker. Tracker fabriek. Waarom heb jij 24 divisies naar Frankrijk gestuurd, Wolf? Dat zijn al mijn divisies. Waarom heb je dat gedaan? Defense of France? Ik ga ze nog deze aanvallen! Misschien moet je eerder op de Italiaanse grens zetten, Wolfie boy. Ja, dat lijkt me ook handig. Dit is meer aggression dan dat van mij, hoor. Do you know what? I will put half of my units. Dat is moeilijk, hè? Dat is ook aggression. Hey, weet je wat mijn lachen leidt als Nederland gewoon de keizer niet teruglaat? Ja, dan spring ik van de brug af. Dan ga ik gewoon weg, jongens. Dan heb ik ook gewoon geen zin. Dan ben je wel helemaal jeet! Ik heb letterlijk vredestroepen naar Ethiopië gestuurd. Ik heb al veel bolle Duitse kop ingeschoten. Wat dit Duitsland kan gewoon allies joinen, wat? Ja! Ik kan gewoon nog de allies joinen, maar ja, jullie doen ze van nee. Jullie willen Duitsland alleen maar pesten, stel ik ja, voor. Ja, inderdaad. Ik vind nee, die gaan ze Italië pesten, nou goed. En dan gaan we Italië pesten. Hey, maar jongens, Italië is ook Italianen pesten. Jongens, de world tension zakt weer. We moeten weer even omhoog. Ja, kom op, omhoog. Never joined your channel. Iemand zorgt dat die einde, dat hallo, die oorlog in Spanje even eindigt. Hallo. Hallo jongens, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, iemand stuur even je troepen naar Spanje toe. Goedemorgen, het is al aan een middag. Ja, ik kan niet meer, want ja. Leuk vis, gaaf. Draai in Afrika, wil wel heel veel mensen horen, maar wel draai dan doe het niet. Ja. Kan Frankrijk niet een paar troepen sturen? Lekker hoor jongens. Als Italië nou ook even een... Ik heb geen troepen gestuurd. Volgens mij heb ik de worst order voor. Hey fucking little entente meme.
Ik heb 5% nodig om shit te kunnen sturen. Kan ik de Little Entente echt joinen? Ja, ik ook, daarom. En ja, kan ik dat? Is er iets gebeurd toen ik weg was? Ja, heel veel. Hoezo? Als jij Rick leeft, kun je mij joinen. Rick en ik hebben ruzie, daar ga ik nu de oorlog lang verklaren, ik hem helemaal neuken. Fuck off. Je kan al zijn kolonies in fucking Azië neuken. Ja, ik heb ook nog wel wat purse moves, ik ga maar Sam, daar heb ik dadelijk wel alleen met jou over. Ja, is goed, joh. Kijk, US forces zijn nu ook in Italië. Wolf. Ja. Ik had je laatste video zien, hij zegt sick, hè. Dat is aggression. Hoe doe ik nou de Little Entente joiner? Door extra fabrieken te bouwen in Canada. Sneaky breaky boy! Wacht. Oh, dit is zo meme! Dit is meme, kom op! Ja. Wat is er? Wat een meme. Oh god! Kan ik gewoon mijn... Hey, kan ik de mijne gewoon disbanden? Ja, ik kan hem disbanden. Ja! Oh. Ja, lekker Jeroen! Je kan de allies disbanden. Oh god, de memes. Ik hou hem niet zo'n cake. Er zit een mismental defection. Op, Engeland join. Ik kan niet... Waarom kun jij dat doen? Oh, er moet meer water zijn! Maar wacht, Sam, even voor de meme zal ik dit proberen, wacht. Ik wist dat niet. Nou kan ik niet mijn fucking oil field in alles bouwen, oh. Had dat dan eerder gezegd? Oh, ja, nou, dat moest met de Commonwealth. Okay. Oh, in that case cancel ik mijn... mijn workshop. Jij hebt letterlijk mij laten joinen in de fucking Little Entente, lol, Sam. Let's put my forces to, Italia? Hey. Sam. Jeroen, kan je me inviten ervoor, of? Maar wat nou als ik dat niet wil, hè? nee. Dan moet ik 80% world tension hebben. Ja, de world tension moet wel omhoog. Wat voor kom ik aan? Dammit, nou heb ik mijn allies gekikt. Kunnen we Tsjechoslowakije niet even gewoon... eruit zetten. Ik wil zeg maar de helft daarvan. Nee, dat mag niet. Dat kunnen mag we niet? Hoe kom je aan meer autonomie? We are here to keep the peace. Kan ik zo? Kijk maar. Nee, doe dat niet. Maar jongens, ik heb dat land nodig om ons te verdedigen tegen Rusland. Ik vind dat terug moet komen. Oostenrijk-Hongarije, dat ging prima. Ja, dat vind ik nou ook. Dat vind ik ook. Ja, zie je, Job is ook met mee. Ik vind het een heel dom idee om Oostenrijk-Hongarije terug te brengen. Nee. Dan moet er UN intervention. Wacht, kan je de Little Entente renamen naar UN? United Nations. De EU. Nee, die blijven niet. Hoe moet dat ook weer? Dat kan niet. Als het goed is, dan ga je... ik weet niet, waar doe je dat? Maar de world tension moet weer omhoog, we zitten nog maar op 25%, heren. Daar heb je... Stuur volunteers, start land lease. I'm doing the war propaganda. Zoveel world tension geeft dat niet eigenlijk. Nee, maar zodra dat die... Oh, wow. Oh, good luck, Sam. Good luck. Wat? Het is alleen maar heel China. Wat heb ik dan ook alweer? China heeft 57 units op jouw borden. 57 with guns. I know. Maar ze zijn niet zo heel goed. Dus... Sam, sniper. Moeten ze supply met guns? Supply nou niet de verkeerde Italië, als je nou eens een claim maakt op mij. Of op iemand. Oh, Sam. You sure? Oeh. Do it.
Hoe langer de oorlog duurt, hoe hoger de world tension toch wordt. Ja, nee. Nee, ik ben Sinus verplaatst zwaaien met arms. Oh, serieus? Ja, ik zie al Mark de Lies zwemmen. Ik ben nu... Sam, en hoe precies moet ik daar komen? We werken nu aan een wapensem dat zeg maar vanaf China en Tokio kan raken. Gewoon varen. Het gaat even duren. Ja, het was misschien handiger geweest als je mij even had gewaarschuwd dat je dat ging doen, weet je. Dat ik jou had gewaarschuwd? Ja, je zit er lucht op tand. Ja, maar dat je zeg maar je ally Koen had gewaarschuwd dat ging gebeuren, dan had hij alvast zijn troepen naar jou kunnen brengen. Nee, we beginnen een oorlog als er gewoon helemaal geen plan is, joh. Jongens, focus op de navy, jongens. We moeten Sam kunnen bombarderen. Heb je dinges niet teruggekregen? Sam kunnen bombarderen en dan moet je focussen op de navy. Waarom heb je nog niet Return the Kaiser? Ja, oh, de DMVP moet verbeteren. Duitsland helemaal naar hen toe varen. Hoe ga je dan hem bombarderen? Vliegtuig geven. Nee, ja, ook. En met gewoon met battleships. Je gaat me bombarderen met battleships, terwijl kan ik een grotere navy heb dan jou. Een bombardement kan ook met artillerie. Hoe wil je dat anders noemen? Zorg even dat een van die Chinese kuttomo's kapitaleert. Dan komt er een hogere war tension en dat is alleen maar goeie. Nee, juist niet China laten kapituleren. Waarom niet? Niet in being icy sweet incoming. China houdt niet Sam vooral bezig. En hoeven alleen maar Italië af te slachten. Ja. Ja, maar. Sinds wanneer did the allies get aggression? nee, dit is UN Security Council. Crash Mark, hoe de fuck kom ik in Italië? We zijn nu aan het discussiëren hoe we Italië... Door Joegoslavië misschien? Joegoslavië gaat ook... I wanna make a notation about this fact that the UN is the aggressor in this war. Helemaal. Niet waar, Japan verklaarde oorlog op Shaanxi. Ja. Ik support mijn allies. Ja, ik cannot blame me for that shit, bro. Italië moet zijn mond houden. Ik heb gehoord dat in Ethiopië over gasaanvallen waren en zo. Ja. Nee, dat is incorrect. Nee, dat is heel erg incorrect. Nee, deze shit pikken we niet. Dat is fake news. Italië is nucleaire wapenstaat onderzoeken. Dat is niet waar. Ik heb Mussolini het zien doen, jongens. Ik heb Mussolini het zien doen. Hij liep rond met de uraniumstaaf. Ze zijn bezig met nucleaire wapens. Ja. Kill them. Jongen, ik loop je nou te lullen. Fucking Amerika heeft nucleaire wapens. Wat zul je nou? Jij bent zo vaker. Het is veel erger. Nee, niet zo erger. Amerika gaat jullie allemaal nuken. I'm going to nuke every little thing on this planet. Ik remove nu niet meer advisors in fucking China. Nou, dat is niet nodig. Alexander van Valkenhausen, blijf daar gewoon. Oké, let's go. Fuck jou, Italië. Object. Moskou. Object het echt. Jongen, ik ga Mussolini assassinaten. Dat kan ik doen in mijn Focus 3. Fucking memes. Hier, waar staat dat? Alleen dit is jouw Focus 3, die is gay. Waar staat dat ding op pauze? Ja, mensen zijn weer te incompetent met het internet waarschijnlijk. Ja, hoe kan je daar incompetent mee wezen? Hey, Italië, kun je Irak misschien even supporten? Ja. Boosten? Koen, kun je Irak even boosten? Waarom zou ik Irak boosten? Omdat ik het zo lief ga. Ga een coup plegen in Japan. Omdat jij Irak binnen wil vallen? Ah, Rick, nee, dat doen we niet aan. Fuck jou, je dikke moeder. Oké, Geon. Geon? Momo-hatcher. Wie de fuck is Geryon? Dat is Holy and Evil. Dat is Swagger. Dat is wie is Geryon? Wie is Geryon dan? Dat is iemand anders. Nee, het is wel Geryon. Dat is Geryon. Zie je, Swagger is Geryon! Wat een kopje, jongen. Swagger. Heb ik Oli? Waar de fuck haal ik Swagger. Oli vandaan? Ja. Kun je Irak even boosten? Waarom moet ik je even boosten? Haal je Oli van de US? Ik heb plenty of oil. Ik wil jou ook in binnenland. Wat is Plenty of Oil? Welk land? Ik
get plenty of oil. Maar ik kan Irak niet binnenvallen als je hem niet gaat boosten. Ja, maar Irak kan hij ook binnenvallen, dus ik zou het niet doen. Nee, krijg jij Iran, ik Irak. Nee, dat is een question. Wie haalt er überhaupt olie uit mijn land? Sniper, pik jij dit? Iemand die in jouw faction wil, pleegt agressie. Wat? Dat mag niet. Ja, maar het is niet zijn faction. Het is hier van Jeroen. Oh boy, prepare for... Prepare intervention. Stop het dadelijk, pak smaken. Sniper, je hebt nog, Sam, je hebt nog 3 maanden voor mijn unit te zijn, denk ik. Fucking hell. Het is zo lang. Oh, easy. Bent de dockyard. Sam, I'm coming for the day. Maak jouw naval invasion, Sam. Oh, je bent wel, laat maar. Oh wow, kijk naar de fucking casualties. Welke casualties? Spanish Civil War, dat gaat hard. Toppig. En de Spanish Civil War, de communisten winnen nu easy. Want ik en Sam zijn allebei met onze units daar weg. De Kriegsmarine. En wij waren de enige competent mensen. Oeh, Japan, 18k casualties. Ja. Misschien moet je kijken naar de andere. Chinese United Front. 15k, Castle Cheese. Das wer ein Befehl! Ritter, die affaire-commissie, dat moet hij world community stand together against Japanese aggression! Ja, dat gaan we doen. Fuck Japan. Kan lekker een beetje mond houden. Jezus. Sam, ik ben bij de rage. Ik ben bij de rage, oh. You will die. I like how Europe looks right now. Ik ben al mijn naval focuses aan het doen om bij Sam te komen. Look at those beautiful borders. Oh. Hoe welk land eruit ziet? I am building the faction map van Europe. Ik zou niet veel meer uitbreiden, want zometeen heb je te weinig units voor je frontline. I know. No, daarom ga ik nog sneller, net zoals echt Japan. De wereld ziet er mooi uit met onze kleine hand af. Oh, we need a little bit more world tension. I'm getting very scared over here. Ja, ben je bang? Dat is waar eindbestin! Ja, ik moet 25% houden om de proper intervention te doen met de focus. Oh, dat red je wel. And after that, I'm home free. We gaan nu door de streep bij Brits Malaya, Dutch Indies. blokkeet. De Unholy Alliance. Jongens, maak gewoon een justification op Italy. Dat kunnen wij niet, dat kan misschien net Rusland, Duitsland. Wat wil je dan? Embargo Japan, kom op. Heb ik het world tension nodig? Oh, je wilt oorlog van mij verklaren, dat lijkt me niet zo heel slim als ik jou was. We hebben jou al lang gerekt voordat jouw ally je komt. Nee, dat lijkt me niet zo heel slim. Kijk eens, je bent letterlijk surrounded! Vriend, dit is aggression. De UN is aggressing a country, what the fuck? Dit is geen aggression. Het is, luister. We zijn agressief omdat jij nucleaire wapens aan het maken bent. Ik heb een nucleaire wapens, dit is bullshit. Gas aanvallen, nee. Stop het zeggen. Mama, what the fuck? Wat heb ik gedaan? Koen, je begrijpt het niet. Wat wij doen, is... ervoor zorgen dat er niet iets anders kan gebeuren. Jullie zijn aan het doen. Jullie zijn aan het zorgen dat jullie agressief kunnen zijn, zodat jullie gewoon mijn olie kunnen nakken. Nee, dat is het. Welke olie? Welke olie? Het is olie. Echt wel. Zoiets zouden wij nooit doen. Heeft hij olie? Wacht, hoor ik olie? Dit hier. Oh, Amerika. Olie. Olie. Fake news. Nope. Italië heeft geen olie. It's fake news. Yeah, doesn't have any oil. I'm not interested. Fuck you. Heeft Japan olie? Japan heeft olie. Hier olie. Olie. Hebben we wel olie? Japan heeft olie. Jongens, Security Council meeting. We moeten Japan doodmaken. Daar is ze ook al. Just file in Japan. Come on, just file in Japan. We gaan allemaal stemmen. Request land lease. Wat wil je rand leasen? Sam, wat ben je nou even aan het bereiken? Ik heb artillerie nodig. Ja, ik heb helemaal niks. Het gaat gewoon zin in oorlog. Ik heb ook infantry nodig. Ik kan je dit geven één keer.
Ah, wauw, oké. Ik ben bijna bij de fucking ik heb maar 200 artillery pieces, sorry, ik heb niet zoveel. Wanneer Japan meer cases die heeft dan China? Echt really making me think. Je hebt toch zoveel factories? Ja. Zoveel factories heb ik ook niet hoor. Jongens. Sam, what the fuck zijn die Michikuyo units aan het doen? Jongens. Wat? Michikuyo? Die units zijn er niks aan doen. Menkuko. Welke units? De fucking Michikuyo units. Menkuko. Manchurije. Oh, die units. Ja, ze hebben gewoon niks aan doen. Ze hebben nog geen eens caches. Nee, ze hebben wel attrition. You 9 4 set the film. Want de timer blijft er altijd weer op. Blijft er op de ja, ik sta daar eigenlijk in de flikker. Waar blijft de Helios Supremacy? Wacht. Jongens, het is oorlog. We gaan in aparte dingen. Nee. Want er is geen oorlog. Ik versta eigenlijk in de flikker hoor, Rick. Zeg het nu nog eens. Normie. Maar wanneer Japan meer casualties heeft dan China? Really making me sick. Dan is het niet waar. Dat is niet waar. Ik heb 22k en ze hebben 23.000. Nee, dat is niet waar, want ze hebben 23k. Hallo joh. Zou jij willen streamen? Dan kan ik meekijken met je. Ik ben aan het streamen. Idiot. Kijk, kan ik je joinen dan? Er staat een link in de WhatsApp. Ja. Wacht, je bent aan het streamen? Ik ben aan het streamen, ja. Op Twitch. Hey YouTube! Ik zit aan het streamen op Twitch. Wow. Wacht, waar staat dan de link in WhatsApp? In de klaf 9, waar je eruit gekikt bent. Panda loopt achter. Gaan we nou eens oorlog maken, joh. Wanneer maken we nou eens oorlog, jongens? We hebben al. Warmonger. Er is al een oorlog. Doodmaken, Warmonger. Hij zit in jouw faction, kut. Echt? Ik hoor bij jou. Oh, kijk hem. Claire War. Kill him now. Maar net omdat ik anders ben. Alleen omdat je uit Roemenië komt, fuck jou. Ja. Wat is het, Roemeen? Paul, wat is het? Ik ben fucking. Kut gypsies. Oh, ik ben opeens. Ik heb wel een koning hoor. Trends kwijt. Ah, ik hoezo ben ik opeens. En ik wil binnenkort eigenlijk wel. Even Bulgarije. Ik ben aan het zien. Nee, want ik wil Bulgarije gebruiken. Oh, maar Japan, what the fuck man. Ik wil Bulgarije in vrede, want ze gebruiken gas tegen de lokale bevolking. En dat vind ik niet kunnen. Ja, de Italianen gebruiken wel gasaanvallen tegen de Ethiopiërs. Oorlog. Sam, de units zijn er. Hey. Echt? Oké. Ga je echt Europese divisies gebruiken? Oh. Then we take the capital. Awesome. So bad at this game. I know, ik heb het al een hele tijd niet meer gespeeld. Sam heeft ook echt niet 80 units tegen 7. Wat? Nou ben. Nee, maar ze hebben meer kerst. Wie zit de echo, hè? Wow. Een lekkere attrition heb je daar, Sam. Oh, wauw, ik had even more manpower. Sam, ik zou 40 wifties spammen daar. 40 wifties, oh god. Memes are just to be meme. Memes are mean. We let your memes be dreams. Don't let your memes be dreams. The move. Oh, quote. Waarom? Ik ga bijna volunteer sturen naar China zijn bij de park. Kan iemand mij in de tank sturen? Alsjeblieft. Ik heb ook geen infanterie, dus dat gaat lastig. Nee, ik kan het je niet sturen door de world tension. Stuur zeg maar alles naar China. Ja, maar je bent toch niet in oorlog, dus kan ik toch niet sturen? Jawel, ik kan gewoon land leasen. Ja. Je kan niet land leasen als iemand niet in oorlog zit. Oh. Teleurgesteld. Per intervention. Slightly disappointed in myself. Mag je weer op aanmelden? Of Londen. Jezus man, wat een kut internet heeft deze. Londen. Oh, gaan we op één speed?
Zo. Denk niet. Komt dat fucking wolf? Koen, ja, waarom klipt net even iets wat achter? Wat? Koen, waarom zeg je nee in de WhatsApp groep? Ja, gewoon. Wie zijn er allemaal dingetjes in die WhatsApp groep? Dingetjes? Admins. Oh, domain controle. Nee, domain controle, ja precies. Wacht weer, ja. Ja. Kan hij weer op 3 speed, Sammy? 5 speed. Waarom de fuck staat hij op 1 speed? De wolf. 5 speed. 6 speed. 5000 speed. Echt wel? Oh, je hebt echt kut in de. Dus. Of ik ga van monarchie af, maar ik blijf monarchie, maar ik weet niet, man. Van monarchie af, monarchie is shit. Monarchie is al. Ja, maar moet ik dan cool. Communist gaan, of fascist, of gratis? Het kan allemaal. Welkom. Dat doe ik niet. Misty. Oh, wat? Eigenlijk, de Romeinen hebben geen leger aan mijn grens samen, de Fransen wel. Fallback, Sam, fallback. Zo, waar zijn nou wat mensen? Sam, ga je terug live another day. Waar is je leger gebleven? Sam, Dunkirk weg. Dat is niet waar, want ik heb al mijn units gek. Weggehaald. Ja, in Dunkirk. Nee, want daar zijn ook nog mensen overleden. En die mensen zijn niet overleden. Het is een moment of triumph? Jongen, kutwolf, Hey Blob, waar is je leger? Ik zie het. Waar is mijn leger? Ja. In Joegoslavië. Tijd om mijn SS Panzerdivisies te sturen. Sam, ze lopen ook gewoon weg. Omdat er geen units meer staan, lopen ze weg. Wauw. Sam, ziet niet zo goed in China wel. Jawel, gaat wel lekker. Waarom gaat het zeer, Kom ik wel reep, joh. Yo, ik ben lekker. Letterlijk heel veel mensen nog Beijing nog niet ingenomen. In gaat wel lekker. Stop eens met pauzeren, jongen. Je oorlog schiet volgens mij gewoon voor gemeter op. Nee. Jawel, gaat wel lekker. Nee, joh, terug push to Shanghai. Jongen, daar ben ik terug. Waarom heb je nog geen naval invasion gedaan, joh? Dat was een Naval Invasion. Oh. Die is nu net verdwenen, die Naval Invasion. Deze gedaan, maar die verneukte die. We'll lift the retriders, man. Invade gewoon over de hele kust. Overal. Hey, jongen, doe eens rustig. Jongen, ja, maar een probleem is... Geef je hem tips? Wat maakt het uit? Don't give him Beetje tips! Weet je hoeveel divisies fucking Japan ja. Van fucking China heeft. China. China, ja, China heeft, heeft rond de 175 units. Ja, en dan nog al die allies van. Ja. Nee, dat is het al van. Ja, allies. Ja. Dus, ja, en dat Spanish Civil War, die gaat gewoon nog door, onder zodat het gewoon ik, al lang over ik is. Ik stuur UN troepen naar. Nationalist Spain, gaat dat er ooit in, hoe kan dit nog volhouden? Hoe kan Nationalist nog steeds volhouden? Het zijn echte strijders. Ja. Dankjewel. Ik heb ze goed opgevoed. Ja, wij zijn wel goed opgevoed. Wij naaien geen vrienden. Fuck jullie. Wij naaien je ook niet. Met nee. We verkrachten je gewoon keihard. Dat zou ik ook niet. Het is die naaien, hè? Oh, Sam. Oh, she. Waar gaan ze? Ah, ik heb weer een factory. Ja, ga je hier. En de factory. En de factory. En de factory. En de factory. Yay, prepare intervention is complete. Oh, die kan ik dan ook doen. War plan orange. Je had die gewoon kunnen voorkomen. Ja, weet ik. Let's go, war plan orange.
Wat? Waarom heb je nog niet de keizer teruggevraagd? Omdat hij 40% dingers moet hebben. DNVP moet eens 40% zijn, is het net 39, lol. Over een orange, wat is dat? Dat is toch Japanias? Nee, je moet warpen en red doen, sowieso. Ja. Het enige warplane dat ik kan doen. Pearl Harbor kan binnen. Pearl Harbor zijn Pearl Harbor, but shit is. Waar heeft Rekker nou allemaal over? We weet niemand. Dat is totaal niet. Ik heb meer dockyards dan... Wacht, hoeveel dockyards heb jij, Rick? 12. Ik heb meer dockyards dan Rick. Ik heb de meeste dockyards van iedereen. Hoeveel heb je er dan? Kun jij zien of die units gaan zijn? Hoeveel heb je er? Fucking... Sniper, hoeveel heb je er? Hoeveel? Ik ben gearriveerd, Sam, waar ben je? Sniper! Ja, hoeveel dockyards heb je? 20, heb ik al een paar keer gezegd. Nee. Ik heb er 4. Wat dik? En ik maak er nog meer. Ik heb er 22, zak met dik. Dat is nee, kijk, jij zegt het niet voor de grap, jij wil het gewoon. Hallo. Er staat weer op pauze. Waarom staat die weer op pauze? Wat is dit? Wolf! Snap me! Elke keer denk ik dat je weer even grappig probeert te doen door op snel pauze te zetten. Dat deed ik niet, maar oké. Grappig, zie je toch? Ik weet niet hoe jij ziet, maar ik heb niks gedaan. Dank je wel. Dat ik. Zie je wel, hun is het gekloten, niet ik. Geef hem. Hij wil de schuld. Oh, kijk, alsjeblieft, hoor. Nee, ik deed helemaal niet. Je bent je dit. Ik wel wat. Nee, kan iemand even doen. Disconnected. Connected. Hij zit in de alliance die mij dood web. Wat zeg je nou? Sam is gewoon pussy boy. Hij durft geen. Hij durft geen wereldoorlog hard te hebben, wat een pussy. Ja. Oh ja. Pussy. Sam, ik ga nu echt heel vervelend doen. Want ik ga met 2 tankdivisies. Dat doe maar. Oké. Okay. Oh shit, Sam, waarom ben je zo snel? Ik. Hey, Yeet. Zijn sponsor. Oh wat? Ik heb gewoon een divisie. Laat maar, doei. Wat zei je? Fits and girls. Uh-oh, Japan landed. Ik kom voor net booty, Sam. Ik kom eraan. Naval invasion. Take a port! Take as quick as possible port! Jij hebt nog geen poort, dus ik... Sammy, the forces are dying, they're dying, the forces are dying. Ja, maar jij de BT-7. Is dat zo? Is dat... The Special War is nog steeds beef! Ja. Ja. Military panzers zijn best wel sterk. Oh, Sam. Oh, you're getting pushed back. Wat is er gebeurd? Het was van het begin al over, nope. Alleen... Nope. Sam is getting pushed back. Is Sam serieus gesurrounded? Nee. Vielleicht. Nee, maar je moet zo zien, het is een surrounding... met een surrounding. Zij moeten hem ook nog even helpen. Wat zei je nou, Wolf? Surrounding. Het is een surrounding met een surrounding. Dat ene blob... van China, dat grote blok van Sam, en daar nog een keer een blok van Mark, China. Mark. Waarom kan je ook in deze game niet gewoon die rivier opvaren en dan gewoon op G1 zetten? Over het algemeen zijn rivieren niet groot genoeg voor een vliegtuigschip. Ja, dat vind ik wel echt teleurstellend. Dat vind ik niet zo leuk. Kwalitatief uitermate teleurstellend. Ja. Maar ik heb slecht nieuws. Wat? Ik moet eten. Gaan. Ja, okay. Dan gaan we met zonder neergepje. User disconnected from your channel. Hij liet ook gewoon gelijk. Nee, ik ben er nog. Wie was dat dan? Dat was Job. Oh. Okay. Nou, dan blijf je toch nog even. Waar het rietje naartoe zijn? Kunnen we niet gewoon... Wat gaan we doen? Gaan we op pauze? Of gaan we verder? Ja, ik moet toch zo gaan. Oké. Eigenlijk heb ik ook helemaal geen zin meer in deze keer. Ja, want er komt telkens maar geen oorlog in. Ik vind dit gewoon... Triest.
speed, what the fuck man. Maar ik heb gewoon oorlog voor. Ja, ik mag gewoon volunteers aan sturen. UN verenigings. Wie ging er mee? Volgende keer doen we Millennium Dawn. Oh, nee. Hey. Ja. Duitsland is net zo overpowered. Zo mooi, iedereen zit allemaal te struggelen met al die 30.000 verschillende units, maar het beste wat je kunt doen. Zullen we met de Robby Rotten deals moeten doen? Lazy Town. Wat je moet doen bij Lazy Town is je hele leger disbanden, alleen maar gewoon Army XP farm en je fatsoenlijke divisies creëren. Gewoon standaard okay, van drie divisies. Oké, ik ga pissen. Daarmee carry iedereen zo hard, dan kan je tenminste een fatsoenlijk leger opbouwen. Al die Millennium Dawn divisies slaan helemaal nergens op. En wat vind je anders van gewoon Old World Blues mod spelen? Nee. Probleem van Black Eyes. En dan Armored Invasions from the Sky met divisies die maar 100 manpower kosten? Ja, dat vind ik een beetje. We gaan Black Eyes doen. Is Black Eyes niet die Dat is de mod dat echt over extreem is. Oh, is die niet fucking lastig of zo? Ja, want je moet alles doen. Je moet munitions maken, je moet rations maken, je moet... Nou, daar ben ik geen fan van. Nee, ik ben echt... Ik vind die mod echt... Ik vind mod waar ze echt zo shit erbij... Why you have een Twitch kanaal? Sinds nu? Sinds dat ik er een had gemaakt. Wanneer heb je er een gemaakt? Sinds dat iedereen heeft. 3 weken geleden? User left your channel. Nee. You went to dinner. Channel switched. Maar dat was de stream. Abonneer en like voor meer van deze video. En wil je zeker weten dat we deze spel verder gaan kijken. Zeg het alsjeblieft in de comments. En ga ook naar onze YouTube kanaal. Is Infantry van Nassau kanaal. Zou ik zo zeggen. En daar zijn er nog meerdere andere video's van zulke dingen erop. Ik wens jullie allemaal nog een fijne dag. En tot de volgende livestream.